Je kanker leef je gewoon jouw leven. Kanker is een cadeau. Ze voelen voor mij nog steeds dichtbij. Ja. En in welke vorm dan ook stelt mij dat gerust. Lieve vrienden, welkom bij alweer de laatste Over Mijn Lijk podcast. Waarin we spreken met gasten en nabestaanden uit de huidige serie en voorgaande series. Als kanker in je leven komt, zorg dat ervoor dat je gaat nadenken over wat nou echt belangrijk is in het leven. En welke levenslessen kun je hieruit dan trekken. Daar gaan we het vandaag over hebben. En ik zit aan tafel met Eva uit dit seizoen en Chiara, de zus van Irene uit vorig seizoen. Later schuift David aan. Dat was een goede vriend van Jip. Die kennen we nog uit seizoen 4 van Over Mijn Lijk. En David heeft een goed deel van zijn leven ingericht door wat Jip hem meegaf. Chiara en Eva, welkom. Dank je. Fijn. Dat begint goed, hè, zo. Ik wilde vragen, hadden jullie elkaar wel eens gesproken al eerder? Of hebben jullie elkaar gezien in Over Mijn Lijk? Nou, ik heb Chiara wel gezien Over Mijn Lijk. Maar ik heb Chiara ook via DM, via Instagram gesproken. Oh ja. Ja, toen leefde Irene nog. Ja. En mijn moeder geloof ik ook. En toen had Eva, die was nog niet duidelijk dat je met Over Mijn Lijk, of nog niet bekend in ieder geval. Nee, dat was nog niet bekend. En toen had jij iets gepost over, of dat je groot houdt voor anderen qua verdeling van energie en zo. Ik weet dat niet. Ja, dat snap ik. Ik heb het toevallig even teruggezocht gisteren. En dat vond ik juist heel fijn, omdat het voor mij een beetje inzichtelijk maakt hoe dat voor Irene was. Oh, ja. En ze heeft natuurlijk gevraagd of ze mee deed aan Over Mijn Lijk, want ik zag dat jij alles leuk vond wat zij deed. Dus toen hadden we het contact. Leuk. Ja, heel leuk. Oké. Okay. Ja. Oh, dus het praat iets makkelijker misschien vandaag. Hey, ik begin even bij jou, Chiara. De botte waarheid is dat sinds de opnames jouw moeder Patricia en Irene, jouw zus, die hebben we allebei gezien in Over Mijn Lijk, dat die zijn overleden. En je vader was al overleden, dus jullie gezin begon met 5 en nu zijn jij je zus nog over. Ja. Hoe gaat het met je? Nou, dat is een rotvraag. Ik denk gezien alle omstandigheden dat het best goed gaat. Ja. En als ik dan zeg dat het goed gaat, heb ik het idee dat ik mijn zusje en mijn moeder tekort doe. Want het gemis is natuurlijk niet minder. En de rouw is nog net zo groot. Maar ik kan wel weer leven en werken en zorgen voor de kinderen. Dus in die zin gaat het goed. Je blijft drijven? Ja. Ja. En waarom zeg je, ik heb het idee dat ik mijn moeder en mijn zusje tekort doe? Nou, omdat als je zegt het gaat goed, dan voelt het zo, ja, het leven is goed en alles is prettig. En nou ja, dat voelt dan een beetje alsof ik hun tekort doe. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. Gun je jezelf dat niet? Jawel, maar ik wil ook altijd wel meegeven dat, ja, maar ik mis ze ook hoor. Dat een beetje. Snap je wat ik bedoel? Goed is zo relatief. Ja, zeg maar, ja, dat is het. En goed kan voor jou iets anders betekenen als voor jou. Ja, ja, en als ik tegen iemand zeg, het gaat goed, dan, ja, dan voelt het een beetje alsof alsof die rouw er niet is. Ja. En die is er natuurlijk wel. En je hun dus tekort doet. Ja, ja. Wat maar het gaat wel. Ja, zou je moeder daarvan zeggen? Ja, nee, mijn moeder die had er waarschijnlijk heel veel over te zeggen. Maar die zou dat onzin vinden. En die reden net zo goed. Maar ik hoef niet altijd te volgen wat zij. Nee. Goed. Nee. Ja. Ja, maar het gaat dus goed. Ja, ja. Oké, helder. Eve? Ja? Ik denk dat heel veel mensen ook willen weten, hoe gaat het nu met jou? Op dit moment gaat het een beetje op en af bij mij. De tumor waren weer, na de laatste uitzending die is te zien bij Over Mijn Lijk, waren weer aan het groeien. Nu heb ik weer een nieuwe behandeling gestart. Die slaat goed aan, maar de bijwerkingen daarvan zijn gewoon heel heftig. Welke zijn dat? Ik heb heel erg last van misselijkheid en vooral overgeven ook. Dus daardoor ben ik ook weer heel veel afgevallen. Vooral heel erg die vermoeidheid. En daardoor hebben ze de kuur ook verlaagd. En nu gaat het wel stukken beter. Dus dat is wel fijn. Dus daarom op en af. Dus, hoe gaat het met je gehoor? Ja, dat is nog steeds doof. Maar ik verrek het ook een beetje om mijn gehoorapparaat. Ja, dat weet ik. Ja, jij hebt hem niet in vandaag, hè? Nee, ik vergeet het. Dat wordt heel veel wa. Ja, wa. Okay. Dus sorry daarvoor alvast. Maar om de streep, Eva is er nog. Ja. Ik moet daar zo vaak aan denken. Even heel even kort voordat we verder gaan met de podcast. Ja, wij zijn 2 jaar geleden begonnen met draaien. Het moest snel, want Eva ging het niet halen, heel lang. Ja. En here we are. Ja, en het bizarre is, komende zaterdag, of ja, 16 maart, heb ik ook al 3 jaar mijn diagnose. En dat is ook echt tegen alle verwachtingen in. Ja. Dus ja, dat is echt bizar. Niet klein te krijgen. Nee, maar echt. Nou, ik ben blij dat je er bent.
We gaan naar dat fragmentje luisteren. Wat? Wat zei je? Ik zei gelukkig. Ja, gelukkig. Ja, dat ik ook heel chagrijnig ben. God, is ze dat nog steeds? Ik zou echt stom vinden als je er bent. Weer Eva. Nee, maar helemaal niet. Hey, hoe ga je om met het gegeven dat je doodgaat? In het programma hebben we heel veel gesprekken over gehad. En deze zijn echt niet altijd zwaar of beladen. Nou, dat weet je ook, Eva, toch? En met jouw moeder en je zus, we hebben heel veel gelachen. Er wordt namelijk heel veel gelachen. Dus even twee fragmenten van Eva en jouw zus Irene. Om even de toon te zetten. Maar dan is dit je laatste normale weekend nog een beetje. Ja. Met dit haar en geen chemo. Ja, dus dat is wel sick. Ik had zo'n filter op Snapchat geprobeerd, hoe het eruit zag. Als je kou was? Ja, maar dan heb je nog wimpels en wenkbrauwen. Ja, ik vond het best sexy, maar ja, ik heb nog steeds liever haar. Heb je er een van? Ja. Mag ik zien? Ja. Wat vond jij? Kom anders voorbij, Matthijs. Wat vond jij? Ja, ik vind het ook wel... Wat wil je zeggen? Ja, ik zou er wel een trucje op kunnen. Deze man. Dat kan je echt niet zeggen. Waarom niet eigenlijk? Ja, best knap nog. Je bent hartstikke knap zo, ja. Nou, zo is de keuze gemaakt. Ja. Als jij het ermee eens bent. Wat komt er eigenlijk op te staan? Mijn naam, denk ik. Mijn geboorte- en sterftedatum. Een beetje precies zoals bij papa. Leuke spreuk? Nee, geen leuke spreuk. Geen spreuken? Nee. De citaat uit het liedje? Nee, ook niet. Ook geen, nee. Allemaal niet, nee. Ja. Naam, data. Ja, gewoon dat. Gewoon simpel, maar... Het liefst die tweede datum zo ver mogelijk vanaf hier natuurlijk. Inderdaad. 10 jaar, zoiets ongeveer. Ik zat te denken aan... ik weet niet wie dat zei. Team Terminaal, dat wij zijn. Ja, tuurlijk was dat jullie, ja. Ja, dit soort... Team Terminaal, ja? Team Terminaal. Team Terminaal, ja. Eigenlijk is die heel leuk. Dat is leuk voor op de steen misschien. Hier ligt Team Terminaal. Ja. Dit worden ze. Die worden. Ja, dit worden. Ja. Kiara, hoef je dat om terug te horen? Leuk. Ja? Ja. Ja. Ja, ik vind het heel leuk om hun stemmen te horen en om ze te horen lachen. En er staat geen Team Terminaal op de steen, maar het is wel die steen geworden. Dus ja, ik vind het fijn. Ja, ik weet het. Ja. Ja. Ik heb een beetje kippenvelden van eigenlijk. Waarom? Even een tijdje terug dat ik je zus gehoord heb. Ah. Ja, nou, ik heb net alle filmpjes ook weer even teruggekeken. Dus dan ligt het ook nog allemaal heel vers. Oh ja, ja. Oké. Okay. Ja, ja. Nee, precies. Hoe was dat dan? Fijn. Er zijn natuurlijk ook heel veel vlogs die niet zijn uitgezonden. Die hebben we met alle vrienden hebben die met z'n allen bekeken. Ja, dat vertelde jij toen. Ja, er zit echt een rotzooi tussen. 10 minuten wind en dronkenheid. maar ook hele mooie dingen. Ja, en het is gewoon fijn om ze in levende lijven te zien. En dan voelen ze weer wat dichterbij. Ja, ja. Ja, fijn. Ja. Ja. Hey, hoe ging Irene om met haar ziekte? Hoe zou jij dat omschrijven? Ik blijf het lastig vinden om voor iemand anders te praten. Ja. Maar het feit dat ze ziek was, ja, dat is heel rot. En vervelend. Maar daar kan je ook niks aan doen. Dus het is het even rot vinden en dan weer door. Dus niet erin blijven hangen en het juist gebruiken om meer uit het leven te halen. Om niet te gaan wachten met een tatoeage, een gesprek, een wat dan ook. Maar gewoon veel meer nu leven. Wat zegt dat over haar? Nou, dat het een super tof wijf was. Wel waar. Ja. Wel waar. Ja. 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 Ja, dat was ze echt. Ja. Ja. Herken je erin even? Ja, ik heb alle afleveringen gezien. Ja, wat voor je, hoe kijk jij daarnaar? Als je bijvoorbeeld net zo... Want jij houdt ook van de grapjes. We horen net jou en Matthijs lachen over je chemo-koep. en Irene en haar moeder konden ook vreselijk lachen. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik vind alleen maar mooi dat je zeg maar... niet alleen het slechte kan zien, maar ook gewoon eigenlijk het grappige ervan. Ja. Zeg maar, ja, een beetje de dark humor. Maar leer mij dat eens, want... Ja, kun je, dat zit gewoon in je of zo, denk ik. Ja? Ja. Het is ook een soort omgaan met de situatie, denk ik. Ja, het is gewoon ook, het is makkelijk gewoon om lachen. En het is ook soms wel grappig, omdat mensen er heel ongemakkelijk van worden. En dat vind ik vooral heel grappig. Dus als ik dan zeg, dan zie je mensen soms zo schrikken. Dat zo, kan je toch niet zeggen? Dat kun je toch niet zeggen? Ja, precies dat. En dan vind ik eigenlijk alleen maar heel grappig. Wat heeft de dood jou geleerd over jouzelf, over wie je bent? Over wie ik ben, heeft de dood mij eigenlijk wel een beetje
geleerd dat je eigenlijk moet leven voor jezelf en niet voor een ander. Eerst voordat ik ziek werd, toen was ik echt heel erg bezig met leven voor anderen. Dus ik moest heel erg people pleasen en een ander blij maken. En ik werd natuurlijk ook wel gewoon blij daarvan. Maar niet, zeg maar, soms had je gewoon van die dingen waarvan je denkt van, moet dit nou echt? Ja. En dat doe ik nou gewoon echt niet meer. Als ik daar gewoon niet blij van word, dan doe ik het niet meer. Nee. Dus ik denk echt eerst aan mezelf echt op één gezet. En deed je dat daarvoor dan wel, voordat je ziek werd? Mezelf op één zetten? Nee, gewoon dat je people pleased en voorbij jezelf ging. Ja, echt heel erg. Ik was echt een people pleaser. Ja? Ja. Dus, en nu heb ik dat dus echt niet meer. Nee? Nee. Ik vind het ook wel echt heerlijk. Ja, 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 ik vind het echt fijn. Oh, grappig. Ik, misschien stom, maar je ziekte gebruik je dan toch wel. Kun je toch wel makkelijk als excuus dan gebruiken. Ja, excuus vind ik een stom woord. Maar omdat je, zeg maar, zo'n beperkte tijd misschien nog hebt, kun je ook gewoon zeggen van, ja, nee, ik denk nu aan mezelf. Want ja, misschien kan morgen al niet meer. Nee. Maar zo snel zal het niet gaan. Maar je snapt wel, waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Even ook, Jara, is de dood eens, heeft dat iets gedaan met je spiegelbeeld? De dood van je moeder, van je wat vader, je van je zus? Spiegelbeeld? Nou, dat je misschien anders naar jezelf bent gaan kijken ook. Nou, wat jij zegt, dat vind ik wel echt heel herkenbaar. Ik had het echt precies zo kunnen zeggen. Irene, die had dat uit zichzelf wel een beetje, wat ze zelf vond, op één zetten. En dat probeer ik wel steeds meer te doen. Ik kijk heel erg, wat geeft me energie? Waar word ik blij van? En als het me alleen maar dingen kost, ja, waarom zou ik het dan gaan doen? Ja, dat levert niemand wat op. Nee. Hebben jullie daar wel eens op gereflecteerd met jezelf waarom de dood daarvoor nodig is? Waarom je dat niet daarvoor ook al deed? Ik heb er wel eens over nagedacht. Ik denk dat er, zeg maar, iets in je leven moet gebeuren. Wil je pas beseffen wat echt belangrijk is. Ja. Nou, dat het dus eindig is. Ja. Het hoeft niet eens per se de dood te zijn. Maar het kan ook gewoon een traumatische gebeurtenis zijn of zo. Maar ik denk dat er iets in je leven moet gebeuren. Het hoeft niet eens met jezelf te maken. Het kan ook met naasten dus te maken hebben. Om dat te kunnen beseffen. Ja. En dat je ook pas echt waardeert wat je dan wel hebt. Ja. Want het is een beetje waar je de nadruk legt. Ik kan heel erg de nadruk leggen op, ik heb geen ouders en mijn zus is weg. Of ik leg de nadruk van, ik heb nog een zusje. Ik heb fijne neven. Ik heb heel lieve kinderen. Ja. Ja, daar stop ik liever mijn energie in. Ja. Ja. Maar het moet ook lukken. In theorie snap ik het. Ja. Maar hoe zorg je dat dat gevoel er kan zijn dan? Ik denk niet dat het een hele bewuste keuze is. Nee, ik snap het. Het is er gewoon. Ja. Het is geen knopje, helaas. Van vandaag denk ik daaraan en vandaag denk ik daaraan. Nee. Het is gewoon, ik denk dat het gewoon een mindset is. Ja. Dat. Ja. En als je dan nu zit te luisteren en denkt van, ik heb iemand verloren. Of ik ga zelf misschien dood. Of ik ben ziek. Of ik moet rouwen op een manier. Wat zeg je dan? Wat zouden mensen dan moeten doen? In die zin om het leefbaar te maken en te houden? Nou, niet zo neerslachtig zijn. Nee, maar het mag ook. Ja, het mag ook. Maar ja, ik heb daar. Ik voel daar altijd een beetje zo van, ja, ik kan daar gewoon niet zoveel mee. Want ik ben er nog. Zo denk ik dan. Ja, dat snap ik. Ja. Sommige mensen die praten tegen je alsof je al dood bent. Ja? Ja, maar dat is waar ik nu heen wilde eigenlijk. Even de omgeving. Want de dood verandert natuurlijk ook iets in de dynamiek met mensen om je heen. Dat heb ik afgelopen jaren veel gezien. Mensen die doen anders. Of die trekken juist naar je toe. Of die doen juist een stap van je af. Wat is het meest opmerkelijke wat je ziet nu jij weet dat je doodgaat? Nou, nu ik weet dat ik doodga. Soms heb je van die mensen die dan ineens van mijn probleem hun probleem maken. Dus dan is het van, weet je, dan is er iemand die ik helemaal niet zo super goed ken of zo. En dan is het, ja, ik ken Eva. Ja, Eva die is ongeneeslijk ziek. Ja, dat vind ik zo erg. En dan denk ik, vriendin, ken amper. Ja? Ja, en dan denk ik altijd een beetje, wat wil je daarmee bereiken? Wat denk je dat ze daarmee willen bereiken? Ja, aandacht. Ja? Vanuit voor hun, zeg maar, medelijden of zo. Ik weet niet. Ik zie zelf in mezelf geen medelijden. Maar ja, vind ik een beetje alsof een ander mijn situatie gebruikt om iets te creëren. Ik word daar een beetje. En wat leer je dan over mensen om je heen in het kader van de dood? Ja, dat eigenlijk wel iedereen verder heel lief is, hoor. Ja? Ja, eigenlijk iedereen. Alle mensen die echt dicht bij mij staan, die zijn ook gebleven. En die zijn eigenlijk ook nog steeds hetzelfde. Ben je anders naar mensen gaan kijken sinds je weet dat je doodgaat? Dat je denkt, in deze situatie zie ik hoe mensen echt zijn? Of ik ben anders gaan kijken naar mensen. Eerst was ik best wel, ik kon best wel tjutje.
zeg maar, dan zag ik iemand straal en dacht ik, oké. En nu denk ik van, ja, achter elk persoon zit een eigen verhaal. Je kunt niet iemand vanuit de buitenkant oordelen. Nee. Dus ik merk ook dat ik bijvoorbeeld laatst had er een vrouwtje in de supermarkt. Die zat vast met scootmobiel. Normaal gesproken zou ik er gewoon zo voorbij lopen. Super lullig. Maar nu denk ik van, nee, ik moet haar helpen. Want misschien kan zij dat scootmobiel niet eens uit. Of, Oh, je bent echt compassievoller geworden ook. Ja, denk het wel. Ja. Meer begripvol ook. Ja. Werkt het hetzelfde als je te maken krijgt met de dood zoals jij dat hebt gehad? Ja, ik denk het wel. Ja? Ik ben wel liever geworden. Ja? Ja. Ja. En nou ja, ik kom geen vrouw met een scootmobiel tegen, maar ik heb wel in het verkeer of wat dan ook dat ik wat minder hard denk. Ik denk, nou, ieder heeft wel wat. En dan is het dus opnieuw, het heeft ook geen zin om al mijn energie te gaan stoppen en dat ik geïrriteerd ben. Ja, dan, ja dat. Ja, ik zet wel een leuk liedje op en dan duurt het wat langer in de auto. Het is, ja, het is allemaal relatief. Hoe erg is het nou dat een collega wat vervelend zegt of wat dan ook, ja. Ja, het valt allemaal wel mee. Want dan zeg je van, ja god, mensen zijn doodgegaan in mijn omgeving. Dat weeg je tegen elkaar af. Nee, juist niet. Oh. Nee, ik vind niet dat je dat soort dingen tegen elkaar af moet wegen. Ik weet, misschien denk jij er anders over. Nee, maar... ja, ik heb eigenlijk altijd, zelfs voor ik ziek was, er gaat niemand dood. Dus de situatie is niet erg genoeg. Zo denk ik. Ligt dat eens toe? Ja, ik weet nog heel goed op stage. Dan maken mensen deadlines en dan... zei ik altijd van... want dan haalde je misschien die deadline niet. En dan zei ik altijd van, ja, gaat er iemand dood? En toen zei ze, nee. Ik zei, nou, dan is het niet zo belangrijk. En wat zeiden zij dan? En dan stonden ze een beetje met hun bek vol tanden. Ja. Worden mensen wel eens vreemd van de dood in je omgeving? Weet ik veel, uit jouw omgeving of jouw omgeving even. Vreemd van ja, de gewoon dood? Dat ze... Ik hoor ook wel eens, laat ik het zo zeggen, laat ik het inleiden... Dat als mensen doodgaan of er is iets heel zwaars in de familie aan de hand... dat mensen niet meer durven te vragen naar je. Er zit wel een soort ongemak omheen. Ja, leg eens uit. Mama is nou bijna 2 jaar dood en Irene bijna 1,5. En in het begin merk je, dan is het nog wel vers bij iedereen. Dus dan vragen mensen nog veel. En mijn rouw nu is niet minder pijnlijk dan 1,5 jaar geleden. Maar... voor de omgeving, zonder mensen tekort te doen, bestaat het niet meer zo. Dus er wordt wat minder naar gevraagd. Mensen staan minder snel bij stil van, oh, dit is wel een pijnlijk onderwerp voor je. En dat hoeft ook niet. Maar je ziet gewoon dat met de tijd minder wordt. Ja. Ja. Hoe vind je dat? Ik begrijp het wel, maar het is wel een beetje pijnlijk af en toe. Ja. Ja. Zeg je het dan ook? Hangt vanaf hoe dichtbij iemand is. Als gewoon mijn liefste vriendinnen, daar zeg ik wel van... Oh, ik vind het wel een pijnlijk onderwerp. Oh ja. En dat kan naast elkaar bestaan. En zij moeten kunnen klagen over hun ouders. En ik moet daar verdriet over kunnen voelen. Dat ik dat mis, geklaagd, zeg maar. Ja, kon je maar klagen over je moeder. Nou ja, dat. Maar het is ook een dooddoener. Omdat elke keer tegen... Ja, maar je hebt je moeder nog. Ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Nee. Maar dat moet naast elkaar kunnen bestaan. Maar als iemand die niet heel dichtbij staat... dan ga ik niet elke keer... dat erin gooien. Mijn moeder is dood, wil je hier over kappen? Nou, ik had laatst een studiedag. En het waren allemaal wat vrouwen die allemaal wat ouder waren. Ze zaten dus op een gegeven moment echt 4 achter elkaar. Oh, ik word oma. Ja, nou wat leuk, ik heb er 4. En toen dacht ik, jongens, echt hou op. Al die ouders, ik wil ook. Nou, ja. Maar dat zeg je dan niet op zo'n moment. Nee, niet helemaal. Nee, maar ga je wel even door de grond? Het doet wel even pijn. Ja. Ja. Jij even? Doen mensen anders tegen jou? Nee, ik heb dat niet zo. Bij mij durft iedereen er eigenlijk wel over te praten. Heb ik het idee. Soms iets te veel, denk ik soms. Ja? Ja. Wanneer dan? Soms word ik echt gewoon een beetje moe ervan. Mensen vragen gewoon heel vaak hoe het gaat en dat soort dingetjes. Doe ik ook altijd. Vind je dat vervelend? Nee, ja, jij niet of zo. Maar, want jij staat gewoon nu dichter bij mij. Maar, en als mijn moeder het vraagt, vind ik het ook niet erg. Maar het zijn meer de mensen die... niet zo goed ken, dan vind ik het soms gewoon een beetje vervelend. Oh ja. Maar wat jij zegt met dat mensen daar dan over hebben en dat jij dan op een gegeven moment zeg maar daar niet over mee kunt, zeg maar met oma worden. Ik heb dat bijvoorbeeld met kinderen. Dus ik zie nou heel veel mensen die zwanger zijn of weet ik van, dan denk ik. Dat moet ook naast elkaar kunnen leven. Ja. Dus ik snap daarin heel goed wat jij bedoelt. Ja. Maar ik heb het niet op die manier. Zo erg. Nee. Maar al met al blijven mensen bij jou
om jou heen wel normaal? Ja, ik heb het idee van wel. Ja. Misschien ervaren we het anders, maar ik heb het idee van wel. Okay. Gelukkig. Ja. En soms heb ik wel meer de behoefte om er soms over te praten. Als we met de familie zijn, maar dan is niet het moment, hè. Dus dan gaat het. En dan vind ik het ook prima op zich. We gaan even naar de algemene levenslessen die je leert als de dood om de hoek komt kijken. Gaan we heel veel luisteren naar jou even en weer eventjes naar jouw familie, Chiara. Muziek uitvaart, daar staan wat platen. Ja. Urn. Ja, die wil ik laten maken. Ja, naar wie gaat wat? Moet je wel invullen, geloof ik. Je voor op Instagram. En dan staat een bericht voor op Instagram. Ja. Ja, dat bericht voor de wereld eigenlijk. Ja. Ja. Heb je al een idee? Mensen zeggen altijd als je zeg maar kanker, overlijdt aan kanker, dat je die strijd hebt verloren. Dat zeggen ze heel vaak, strijd dan. Mm. Of het wordt uitgesproken van, Jantje is overleden, we hadden strijd verloren. Nou echt, als ik ergens niet goed op ga, is het dat. Want je kunt, ik kan zo hard vechten als ik wil, maar het gaat niet om winnen of verliezen, zeg maar. Je kunt kanker ook niet winnen, want als jij geneest van kanker, dan heb je altijd die nasleep nog. En je kunt het ook niet verliezen omdat je bent overleden, want dan zou je het dus niet zo goed hebben gedaan. Ja, what the fuck. Snap dus daar heb ik al een harde mening over. Daar wil ik graag even duidelijk maken, want als iemand dat gaat zeggen over mij, dan ga ik op je poepen. Als een duif. Ja, dat is maar, zeg maar, ik wil als een vlindertje zeg maar terugkomen. Maar als ik je dus iets slecht doe, dan poep ik. Ja? Ja, dat zeg ik tegen iedereen. Ja, dat is toch slim, want duiven zijn niet nice. Nee, dat is heel slim. Goed bedacht. Ja. Ik heb geen hersentumor, hè? Nee, dat scheelt ook, ja. Ja, momenteel gaat het. Nou, ik hoop dat ik nog een hele hoop leuke dingen met jullie mag beleven. En my story isn't finished yet. Top. Cheers. Wat is eigenlijk het allerleukste aan leven? Wat is het allerleukste aan leven? Gewoon het ding pakken wat je die dag kan doen en gewoon gaan. Ja, heel simpel. Ja. Maar er komt het eigenlijk wel op neer. Helemaal terug naar de basis. Ja, weet je wel. Ja. Als ik het moeder vraag, het allerleukste aan leven? Spannend. Gewoon wat er komen gaat. Dat je niet weet wat er komen gaat. Ik bedoel, er kunnen leuke dingen zijn, er kunnen slechte dingen zijn. En je weet het niet. Je kan het niet sturen. Dat is het leuke. Dat vind ik leuk. Ja. En dan ook gewoon pakken en gaan. Zelfs deze route? Zeker. Want dat sluit andere routes weer uit die misschien nog veel vervelender zijn. Ja. Dat is wel heel simpel. Ja. Dat is wel een goeie, hoor niet? Ja. Cheers op dat. Ja. Wij hebben nog. Die trip naar Venetië. Ja, die was heel leuk. Dat was lachen, hè? Ja. Man, en die gondeltocht was echt goud. Die gondeltocht, daar denk ik echt nog vaak aan. Ik weet dat we toen... voor wie luistert en niet zit te kijken... dat was de gondeltocht dat wij met jullie mee waren naar Venetië. Toen zijn we een paar uur gaan varen door Venetië op dat bootje. Ja. En we hebben volgens mij... met de gondel. Ja, maar gewoon 2 uur de slappe lach gehad. Ja. Gewoon jouw moeder ook. Oh, maar die hield maar niet op met haar preek over de stad. Het was fantastisch. Ja. Ja. Een soort rondleiding kreeg je. Ja, we kregen een rondleiding van je moeder. Ja. Ja. Ik weet dat Irene heeft gewoon alleen maar zitten lachen. Ja. En iedereen eigenlijk. Dat was, ik deed daar vaak aan terug. Ja. We stonden net op het dakterras, dat hoor je. Met hoe jouw zus en jouw moeder tegen het leven aankeken. Ja. Kom zo bij jou even, maar eerst bij jou, Chiara. Jouw moeder en zus zeggen dat dus. Hè? Dus jouw zus die zegt, eigenlijk een beetje carpe diem. Pak de dag. Ja. Jouw moeder die zei, durf eigenlijk verwonderd naar het leven te kijken. Wat komt, zo komt het. Ja. Accepteer dat je geen controle hebt. Precies. Ja. Nou, die twee dingen, dat is een mooie basis. Ja. Lukt dat jou? Soms. Ik probeer het. Ik ben het mee eens, je hebt geen controle. En je moet het maar zien hoe het komt en daar moet je het maar mee doen. En het enige wat je kan doen is een beetje meegaan in die flow. En de ene dag lukt dat beter dan de andere. Ja. Ik denk wel dat... mam en Irene, die wisten natuurlijk dat ze dood gingen. Dat inderdaad, dan voel je de... Nee, je voelt de tijdsdruk misschien om pluk de dag. Want laten we wel weten, als ik... weet dat ik nog een week te leven zou hebben, zou ik niet gaan werken, om maar iets te noemen. Ja. En ik werk wel. Maar ik probeer wel het eruit te halen wat erin zit. Ja. En inderdaad maar mee te gaan met de flow. En me niet druk te maken over... waar we het net over hadden, dingen waar je geen controle over hebt. Ik vind dat best wel moeilijk. Ik hoor het natuurlijk ook vaak. Ja. Heb je dat niet?
Ik vind het ook een soort hoge lat. Daar loop ik wel eens tegenaan. Denk ik, oh ja, ik moet vandaag de dag plukken. Denk ik, ja, god. Ja, maar de dag plukken is voor mij soms... Ik was ter voorbereiding hierop, zat ik te denken, ja, wanneer ben ik nou voor het eerst dat ik weer een gelukkig gevoel had? Ja. En dat was een half jaar, denk ik, na Irene's overlijden. En dat was, het is echt heel suf, mijn dochter die naar een koe zat te loeien. Het zit echt in die hele kleine dingetjes. Het kan ook een zon zijn of een fijn boek. Of het hoeft niet het groots, het hoeft geen een diploma dat je haalt. Het zit juist in die hele kleine dingetjes. Ja. Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd over de dood? De dood hoort heel erg bij het leven. Hè? En het geeft me ergens ook... Ja, rust is een beetje een raar woord. Maar dat er... De dood brengt ook weer nieuw leven. En het gaat allemaal door. En dat het... ze voelen voor mij nog steeds dichtbij. Ja. En in welke vorm dan ook... stelt mij dat gerust in ieder geval. En het zorgt bij mij voor dat ik wel echt... Nou, waar we het net over hadden... Dat je gewoon geniet van die moment die je wel hebt. Ja. En dat heel veel dingen je energie niet waard zijn. Ja, ja. Oh ja, dat ook, ja. Ja, dat vooral. De dood heeft mij ook laten zien dat eigenlijk geluk zit veel meer in kleine dingen dan in grote dingen. Ja. Dus ik kan heel blij worden als de zon schijnt. Dat ik eerst dacht van, oh, lekker zon. Fijn. En hoe moet ik dat dan doen als ik niet doodga? Meer naar je, zeg maar, ik weet zeker als jij naar buiten loopt en de zon schijnt, dan denk je ook, oh, lekker. Maar je staat er niet bij stil. En als je dan even bij stilstaat en even naar de zon kijkt en even denkt, oh, zo lekker, dan heb je al even dat geluk, zo'n momentje. Ja, en de dagen van mensen zijn ook heel erg vol gepland. Ja, dus je hebt haast geen tijd om bij de zon stil te staan, want je bent onderweg met je fiets naar je afspraak. En haasten. Ja, terwijl het juist heel fijn is om af en toe even niks te hebben. Ja, en dan heb je bij jezelf stil te staan. Ja, dan heb je wel die ruimte. Ja. Ja. Ik snap het. Ja. Komt hij binnen? Hij komt binnen. Dank jullie wel. We gaan er een nieuwe gast bij halen. In de vierde serie van Over Mijn Lijk heeft Patrick de 23-jarige Jip gevolgd in de laatste fase van zijn leven. En toegeven aan de dood, dat kunnen we wel zeggen, dat wilde hij niet. Hij greep alles aan om zijn leven zoveel mogelijk te verlengen en hoopte dat hij misschien nog wel zou genezen. Goede vriend David organiseerde voor hem een genezingsdienst. Het moet nu gaan gebeuren voor Jip. Nadat de kanker voor de vierde keer is teruggekomen, grijpt hij alles aan om nog te kunnen genezen. Ruim anderhalf uur lang gaan zo'n 400 familieleden, vrienden, collega's, maar ook wildvreemden mediteren voor Jips genezing. Dat doen ze door middel van het doorgeven van energie aan Jip. Ga ontspannen zitten. Sluit je ogen en zet je voeten stevig op de grond. Geloof je in wonderen? Tuurlijk geloof ik in wonderen, ja, absoluut. Nou, dat is al een wondertje op zich. Er is al een wonder gewoon bezig. Weet je, dat er zoveel mensen om me heen hierop afkomen en dit willen doen voor mij. Dat is al iets heel bijzonders en daar haal ik al zoveel energie uit. Ik geloof nog steeds van ook als dit niet werkt, dan is het gewoon een hele mooie gebeurtenis. Ik denk dat je ervan moet genieten. Dat ga ik doen. Ja. Oh, wil je deze ook nog terug? Ja, die mag je hebben. Dat is een cadeautje. Hey, dankjewel. Goed. Te gek. Hey. Je bent nu volledig ontspannen. David, welkom. Dankjewel. Hallo, fijn dat je er bent. Laten we even beginnen bij wie was Jip eigenlijk? Zo even geleden dat hij in Over Mijn Lijk zat. Nou, voor mij is het een van mijn beste vrienden. Ja. En een jongen die toen die te horen kreeg dat hij ernstig ziek was. Voor mij, ik kan alleen maar over mezelf spreken natuurlijk, maar hij stond op. Dus hij heeft zichzelf helemaal niet zo vaak als ziek gezien, in mijn ogen in ieder geval. Hij vond eigenlijk vooral... Hij werd heel open. Hij werd een soort wakkerschudder voor zijn omgeving. En dat vond ik echt waanzinnig bijzonder. Hoe deed je dat dan? Wakkerschudder? Ja, nou ja, we hoorden het hier net eigenlijk ook al in het gesprek hiervoor. Hij sloot min of meer vrede met het leven. En
dat gebeurde volgens mij omdat hij vrede sloot met de dood. Klein voorbeeld. Hij was bij mij in dienst. Ik kende hem nog niet persoonlijk. En hij werd ernstig ziek. Nou, we hadden veel mensen in dienst. En toen dacht ik, god, dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Laat ik hem gewoon eens uitnodigen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hoe kunnen wij ook als werkgever daar iets mee doen? Ja. En het was een heel wonderlijk gesprek. Nou, de korte versie was, je denkt toch niet dat ik in de laatste fase van mijn leven bij jou blijf werken? Dat is Jip, snap je? Terwijl ik probeerde echt als werkgever, ik wilde hem nog een contract voor onbepaalde tijd geven. Als een soort geen zorgen. Geen zorgen, ja. Weet je, wij staan achter je en wees zo lang ziek als nodig. Maar we gaan ervan uit dat je weer beter wordt. Maar dat kon hem gewoon werkelijk niet schelen. En hij zei, ja, dit is de laatste fase van mijn leven. Ik hoop dat het nog lang duurt. Maar ik heb wel echt nu andere prioriteiten dan bij jou in dat bedrijfje van jou te zitten. Ja, wat dacht je toen? Dat was mijn wake-up call. Ja? Ja, dat was jouw grote leermoment dat eigenlijk. Dat was volgens mij nog heel veel. Ja, maar dit was het eerste grote leermoment. En ik besloot toen om hem zelf even terug te brengen naar de trein. Hij was met een taxi gekomen. En ik herinner mij vele treinen die vertrokken, maar hij ging er niet in. Dus wij raakten aan de praat, vooral hierover. Want op een gegeven moment stelde hij de hamvraag, over wakker schudden gesproken. Hij zei, zou jij in jouw geval blijven dan? Vroeg hij mij. Stel dat het jou zou overkomen. Zou je dan met net zoveel plezier, met net zoveel enthousiasme, met net zoveel wat je nu doet, zou je dat dan blijven doen? Het eerlijke antwoord was nee. Het eerlijke antwoord was eigenlijk gewoon nee. En toen? Nou, dat heeft bij mij wel ervoor gezorgd dat ik heel anders ben gaan denken over werk en over mijn eigen werk. En uiteindelijk heeft dat ook toegeleid dat ik daar ben weggegaan, ja. Oh ja, joh. Ja. Was dat? Oké. Okay. Ja. Dus zo'n jongen, dat is een beetje een beeld. Hier heb ik echt 10.000 voorbeelden van. Dit was echt een beginnetje, zeg maar. Ja, mooi. Hij ging, hoe zeg ik dat goed, het spirituele pad op? Nou, dat weet ik niet. Maar hij was vooral heel nieuwsgierig. Ja, ja. En hij had al een vrij snel door dat zijn overlevingskansen heel klein waren. En op een gegeven moment was het ook wel duidelijk dat die eigenlijk nul waren. Maar dat leek hem eigenlijk niet zo bezig te houden. Hij was vooral heel nieuwsgierig. Nou ja, goed, ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dus wij hadden het ook toen al over het pad van de wonderen. Ja. Maar wat ik net in dat fragment terughoorde, dat raakt me wel, dat hij dat ook zo in het kleine zag. En wat er hier ook net zo mooi gezegd werd. Het was niet zozeer dat wij rekenden op een wonder dat hij daar spontaan genezen zou zijn. Dat wisten wij veel. We wilden een met aandacht bij zijn genezingsproces zijn. En dat werden steeds meer mensen. En op een gegeven moment paste het niet meer in een klein zaaltje. En werd het dus een hele kerk in dit geval. Ook wel mooi. Ja, meer dan mooi. Ja. Het was zo helend. Ook voor zoveel mensen die daar waren, die vergelijkbare dingen hadden meegemaakt. Ja. En dus ook een keer iets terug konden doen voor een ander op die manier. En hij vond het echt prachtig. Dus hij ging zitten. En dat was dus ook zijn conclusie. Het wonder is al gebeurd. Het maakt niet meer uit of dit lukt of niet lukt. Dus hij gaf zeg maar de hele de uitkomstverwachting op. Ja, dat is voor mij echt, daar krijg je weer kippenvel van. Maar dat is wijsheid. Dat is hele diepe wijsheid. Ja, hij zag dat als een teken van liefde. Ja. En uit uitwisseling van liefde. En hij ging ook zo ver. Dat is ook de titel van zijn boek. Kanker is een cadeau. En ja, ik kan het niet zeggen. En voor mij was het ook geen cadeau. Voor mij was het de hel op aarde. Kun jij het zeggen, Eve? Ja, enigszins wel. Ik ben door de kanker ben ik echt heel anders in het leven gaan staan. Ik heb echt mega leuke dingen meegemaakt. En ik denk dat ik die ook wel mee had gemaakt als ik geen kanker had gehad. Maar dan in termijn. Nu heb ik in 3 jaar tijd echt best wel een lijp leven gehad. Echt maar echt leuke dingen gedaan. Trouwen. Uit het vliegtuig springen. Naar Formule 1 gegaan. Diploma gehaald. Nou, dat zou ik ook wel doen als ik zeg maar niet. Maar het gaat gewoon allemaal in sneltreinvaart. Dus daarin vind ik het wel een cadeau. En je leert zoveel over jezelf. Echt meer dan dat je ooit zou kunnen leren. Is dat het grootste cadeau? Ja, en ik ook vond het mooi dat je net zei. Dat Jip ook dacht van iedereen leeft naar hoe het zou moeten zijn. En als je kanker hebt of iemand in je omgeving, dan leef je daar niet meer naar hoe het moet zijn of hoe het zou moeten zijn. Huisje, poepje, beestje, per se. En je kanker leef je gewoon jouw leven. Hoe jij het wil. Ja. En dat vind ik zo mooi. Dus ik snap heel goed dat hij zegt, kanker is een cadeau. Ja. Wauw. Dat is helder, Eve.
Maar ja. Ik snap ook wel dat jij dan niet zo voelt. Dus, nou, het was wel mooi. En het einde van zijn... Hij voelde zijn einde aankomen. Hij werd ook wel steeds zieker en zieker. En ik kan me dat nog heel goed herinneren. Wij waren net op een tripje geweest met een paar vrienden. En die waren allemaal weer hun eigen weg. En wij zaten met z'n tweeën nog te eten in zo'n Amsterdamse ontbijttent. En toen schoof hij mij een envelop toe. En dat was zijn afscheidsceremonie. Hij had dat helemaal bedacht hoe hij dat wilde hebben. En ook met speeches erin en muziek. En hij had wel voor 3 uur muziek uitgezocht. Dus dat werd een hele lange dienst. En, nou, zo. En dan schoof hij mij zo toe. En ik weet nog heel goed dat ik dat niet aan wilde nemen. Dat ik zei, ja, hoezo? Daar zijn we nog helemaal niet. Nee. Want we lopen toch nog het pad van de wonderen. En toen zei hij, nou... Dan heb je hem maar vast. Dus dan is het. Dan kun je het misschien nog eens lezen of nou ja, whatever. Maar hier is een dichte envelop, daar zitten die dingen in. En ik wilde dat niet aannemen. En toen zei hij van: joh, misschien heb jij nu in onze vriendschap het idee gehad dat je mij begeleidt op het pad van wonderen. Maar mag ik jou begeleiden op het pad van sterven? Mag ik jou leren mij los te laten daarin, in het leven? Ik wou de brief niet hebben. Ja. Ja, heel mooi. Maar ik heb de brief uiteindelijk natuurlijk wel aan moeten nemen. Zo gaat het dan ook weer. En een maand later was die overleden. Heb je hem gelijk gelezen? Nee. Ja. Ja, ik heb daar een stukje uit. Oké. Er zit een zin in. Sterf niet met me mee, maar doe er iets mee. Als je iets doet met de leegte en het verdriet wat je voelt... dan is niet alles voor niks geweest. Tijd is je meest kostbare bezit. Als je beseft dat tijd het enige is wat opraakt... dan ga je niet lubbelen bij een of ander stom bedrijf... dan doe je iets wat je hart je ingeeft. En die zin, sterf niet met me mee. Krijg je helemaal kippenvel. Ja, dat had ik dus ook, ja. Is dat je gelukt? Ja, zeker. En niet alleen bij mij, maar er waren heel veel mensen... waarvan ik ook veel nog wel zie en spreek. En die zijn allemaal op hun eigen bijzondere manier... vorm gaan geven aan het leven. Dus we hebben dat ook echt als een soort, nou ja, weer zo'n wake-up call. Hij was eigenlijk al weg, maar ja, toen begon het eigenlijk pas. Toen begon hij nog harder iedereen wakker te schudden, bijvoorbeeld met deze brief. Sterf niet mee, doe er iets mee. Dus wat gingen wij doen? Mijn ook toen collega van het andere bedrijf, Arjan, die tikte mij aan op zijn afscheidsceremonie, wat eigenlijk een soort groot feest werd. Dus mensen moesten ook allemaal eten meenemen en er was een DJ en nou ja, van alles en nog wat. En toen tikte Arjan mij aan en toen zei hij, zullen we dit dan echt gaan doen? Zullen we hier dan niet mee sterven, maar gewoon dit verhaal blijven vertellen? Dus toen hebben we besloten met z'n tweeën om er een boek over te schrijven. Dat werd later een programma en dat is een heel bedrijf geworden. Dus dat heeft een enorme... voor ons, ja, echt levensveranderende oproep is dat geweest. En we doen dat nog steeds. Want dit is 12 jaar geleden. Dat is 12 jaar geleden, ja. Ja, echt bijna op de dag af, ja. Heb je al kunnen rouwen? Ja, dat is wel meer aan het ontstaan. En interessant genoeg, jij vroeg mij om die brief nog weer eens op te raken. En... dat heb ik gedaan. En die brief bestond uit 3 delen. Dat was ik alweer vergeten. En in het allerlaatste deel... dan doet hij een soort oproep aan de mensen. Ik heb hem ook meegenomen. Misschien is het aardig als ik daar... Pak hem er alsjeblieft bij. Ik weet welke brief je bedoelt. Hij heeft wat dingen achtergelaten. Ik gaf net een stukje. Dit is ook weer een stukje. Ja, dit is ook weer zo'n stukje. En het raakte mij, omdat ik dat helemaal niet... me helemaal niet herinnerde. Want hij heeft het hier... Nou, de brief is te lang om hier helemaal voor te lezen. Maar hij heeft het hier dus ook al over dat wonderpad. Ja. En vooral over... Om in dat moment te leven. Terwijl ik was natuurlijk eigenlijk heel erg bezig... met nog weer vorm te geven aan het leven. Eigenlijk was ik bezig met niet sterven. Ja. Nog steeds. Terwijl hij zat al veel meer op het pad van vrede. Dus ik kan me nu, 12 jaar later... wel beseffen dat ik misschien toch... Nou, laat ik het anders zeggen. Laat ik het heel positief zeggen. Ik ben heel dankbaar dat die boodschap alsnog is gekomen. Ja, daar is hij weer. Ja. Ik kan alleen maar vertellen wat vrijheid voor mij inhoudt. En dat ga ik dus ook doen. 1 december 2011 vertelde de dokter dat ik dood zou gaan aan mijn kanker. En tot de dag van vandaag heb ik me nog nooit zo vrij gevoeld. Ja, ik zie jou knikken. Ja, ik snap hem helemaal. Ja, het klinkt heel raar, maar ik had het ook toen ik mijn diagnose kreeg. Ja. Vrijheid, ja? Ja. Ja, joh. Ik weet niet waarom. Ik weet ook niet waar dat gevoel vandaan kwam. Dus daarom snap ik heel goed dat hij het zegt. Maar ik voelde dat ook niet op dat moment gelijk zelf. Maar wel in de keuzes die je kan maken in je leven. Ik voel me veel vrijer. Ja.
Kijk, je kunt gewoon, ja, je kunt zeggen van op dit moment ga ik nou niet werken. Meestal kan het ook niet, want ja, kuren. Maar je kunt ook, je bent veel vrijer voor je gevoel. Ja, ik denk niet dat het misschien zo is, maar voor mijn gevoel was ik een stuk vrijer om mijn eigen keuzes te maken. Ja. In plaats van dat de maatschappij dat voor mij doet. Maar dan hebben we het dus echt over de dood als vrijheid. Een soort koevoet. Ja, misschien wel. Misschien word je wel voor het eerst van je leven reëel. Ja. Over hoe je dus bezig bent met, en jij zei dat eerder ook al, hè, met vormgeven wat anderen allemaal van je willen. Ja. Of wat het leven van jou wil. En hoe het eigenlijk hoort enzovoort. En in één keer val je als het ware, in ieder geval, ik heb dat zien gebeuren bij Jip. Val je in het leven zelf, in het moment, het enige moment wat echt bestaat, namelijk in het nu. Ja. Ja. Hij werd gewoon reëel. Een gigantische spiegel naar. Oké, maar wacht even. Wat als ik het zelf zou mogen bepalen, wat zou ik dan eigenlijk willen? Nou, dat is voor de meeste mensen een vraag waar ze nooit aan toe zijn gekomen. Nee. En als maar ze het dus weten, dan geven ze er ook niet aan toe. Precies. Ja. Dus ik ging eigenlijk met dat verhaal van Jip, dacht ik ook van oké, maar nu hebben we een opdracht gekregen, dus nu gaan we er wat van maken. En ik ben dus ook in dat verhaal tegen mensen gaan zeggen, joh, en wat dat zei Jip namelijk ook altijd, joh, we zijn allemaal terminaal, alleen hopelijk duurt het bij jullie nog wat langer. Dat was Jip zijn lijfspreuk zo'n beetje. Oké, hopelijk duurt het nog wat langer. Dus nou, laten we er dan wat van maken. Dus ik kreeg ook een soort wil om een soort dubbele wil om te leven. En na 10 jaar, toen zag ik wel in van, oh ja, wacht even, dit is misschien toch niet helemaal wat hij bedoelde. Want Dan ga je eigenlijk ook alsnog weer in gevecht met de tijd. En alsnog weer in gevecht met het leven. Dus dat zat juist extra verwachting op. Maak iets van het leven. En nu zit ik veel meer op, nee, het leven maakt al iets van jou. Dus geniet van dat moment. Het zijn niet de grote dingen, maar het zijn de kleine dingen. Nou, precies de dingen die jullie allemaal al noemen. En het is ook met rouw is het tegelijkertijd ook heel fijn om dingen te doen. Hè? Om iets in handen te hebben. Ik kan me voorstellen dat het voor jou en Arjan. Arjan, ja. Dat ook heel fijn is om er mee bezig te zijn. Dat je hem, nou, dat jullie vleugels geven is een beetje raar gezegd, nou, maar wel ja, een boost in jullie, voor jullie geeft, zeg maar. Hey, even denk je wel eens over jouw nalatenschap? Ik zit even te denken, want Jip heeft een grote impact gehad. Sterker nog, er werden kinderen Jip genoemd na die opnames, weet je nog? Dat herinner ik me ook wel, dat er veel over gesproken werd. Ja. Jij bent ook iemand die veel gehoord en gezien wordt in Over Mijn Lijk. Er zijn heel veel mensen die jou volgen online. Ja. Ik ben daar nooit, toen ik ziek werd, ben ik daar niet bewust mee bezig geweest. Maar nu, inmiddels bijna 3 jaar verder, ben ik soms wel bezig met hoe gaan mensen mij herinneren. Nou ja, ik denk wel dat ik het weet. Gewoon als een heel blij persoon. En dat vind ik ook fijn. Maar echt nalatenschap. Ik hoop gewoon dat mensen een beetje meenemen van dat ze ook niet zo hard moeten zijn voor zichzelf en zo. Gewoon lief voor andere mensen ook. Ja. Iedereen moet gewoon liever zijn. Maaike zei dat ook in de laatste aflevering. Ja, wees wat vrienden. Jeroen zei het ook. Wees een beetje lief voor elkaar. Ja. Ja, mensen zijn zo hard voor elkaar. Dat is niet nodig. Nee. Ik wil nog, voor we gaan afsluiten, want we hebben nog een fragment van Jip met zijn levensles. Die vertelt hij op camera daar. Daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Maar ik wil eerst voor jullie alle drie nog misschien even kort horen. Als ik jullie vraag, wat levert de dood op? Chiara, wat antwoord je mij dan? Waar het echt om draait. Dat levert me op. Ja. Om dat te zien. Ja, ja. Het filtersysteem. Ja. Ja. Even. Ja. De dood heeft mij wel heel veel geluk gegeven ook. En dan misschien niet per se de dood, maar in ieder geval het weten dat je doodgaat. Dat is omdat ik dan daardoor heel erg naar mezelf ga kijken. Wat wil ik? Ja. David? Het verschil tussen liefde en het lichaam. Het lichaam is eindig bij ons allemaal. En dat heb ik daar heel dichtbij gezien. Alleen de liefde, dus de inhoud van de relatie, die is alleen maar sterker geworden. En nu, 12 jaar later, is het weer zo aanwezig en zo voelbaar. Het heeft ons weer zo dicht bij elkaar gebracht. Ook in het contact weer met vrienden. En dat wordt eigenlijk alleen maar meer. Ik ben daar een heel gelukkig mens van geworden. Ja. Zo had Jip het graag gezien, denk ik. Ja, ik denk achteraf gezien, nu 12 jaar later valt het kwartje. Dat was denk ik de boodschap. Helder. Zullen we nog één keer even luisteren naar Jip? Wat hij te zeggen had?
Nu weet ik dat dit half augustus wordt uitgezonden, deze serie. Ja. Nou, ik ga ervan uit dat jij daar niet meer bij bent. Jij ziet het niet op tv. Dus heel veel mensen die horen dit verhaal. En die denken bij zichzelf, kut, die is weg. Dat is balen, die heb ik nooit ontmoet. Dus als ik nou nog even een kopje koffie haal. Ja. Jij hebt nog drank. Dan ga jij gewoon even... Nou, de camera is voor jou. Ga alvast zeg wat tegen ze. Zeg wat tegen ze. Ja. Als het niks wordt, maakt niet uit, hoor. Ja, nee. Maar goed, ik heb toch nog zin in koffie. Dag. Als het goed is, kennen jullie me ondertussen een beetje. Ik ben Jip. En als ik iets zou moeten zeggen wat ik jullie dan zou moeten meegeven... of in ieder geval... ja, stel dat je me de kans had gehad om me te ontmoeten... dan zou er in ieder geval één ding zijn wat ik belangrijk vind om door te geven. En waar ik als mens zijnde altijd ontzettend veel liefde, bijzondere momenten, bijzondere ervaringen uit heb gekregen, is een open mens zijn. Open over wat ik voel, wat ik denk. Openstaan voor anderen. Door open, eerlijk te zijn. Merk je dat de wereld om mij heen... en wanneer jullie terugdenken aan ervaring... dat je iets heel open hebt gedeeld... dan merk je ook dat de wereld om je heen meer open staat voor jou. En dat je meer mogelijkheden, meer kansen krijgt... meer liefde ontvangt. Dat zou ik graag willen delen met jullie. Een open mens. Laten we daar de rest van de week mee in gaan. Ook jullie thuis... Eva, Chiara en David. Fijn dat jullie er waren. Ja, jij bedankt dat we er mochten zijn. Het was prettig praten. Jullie thuis, dank voor het luisteren. Dit was de laatste aflevering van Over Mijn Lijk, de podcast. Waarschijnlijk duurt het er even, zoals altijd, voordat we er zijn met een nieuwe serie. Tot die tijd kun je onze omellers en de nabestaanden volgen via onze socials. En dit najaar zijn we weer terug met een reunie met iedereen uit het afgelopen seizoen van Over Mijn Lijk. Eva... Laten we afspreken dat je erbij bent. Ik ben erbij. Jij bent erbij. Heel fijn. Zo hoor ik het graag. Tot dan.